daar zitten de Arabieren. Jeruzalem is voor een deel, ik moet het anders zeggen, er zijn wijken waar met name Arabieren zitten. Bethlehem is Arabisch. En Hebron, alleen Beersheba niet. Beersheba valt niet direct onder de berg van Israël, maar noemde hem even omdat met name ook Abraham daar veel gewoond heeft. Oké, dus nu praat God tegen die bergen van Israël. Heb je overigens gezien dat toen mijn hand eroverheen ging, dat ik een soort ovaal trok om die bergen van Israël? Nou, koop vandaag de dag een kaart van Israël en je ziet ongeveer diezelfde ovaal. Alleen de wereld noemt dat de Westbank. En misschien, als we deze teksten gelezen hebben, zal je snappen waarom de hele wereld zo bezig is met de Westbank. En waarom de wereld zegt, die moet je teruggeven aan de Palestijnse Arabier. Goed, we gaan kijken hoe God erover denkt. Dit zegt God, de Heer, vol leedvermaak heeft de vijand geroepen, die oeroude bergen zijn nu van ons. En dat roepen ze tot op de dag van vandaag. Dan gaat hij zo'n tijdje door. Bij 5 kom ik dan. 36 vers 5. Dit zegt God de Heer. In het vuur van mijn hart stond. Nou, hier is hij echt woedend. Dus de emoties van God zijn in de nieuwe Bijbelvertaling erg mooi neergeschreven. Want wij hebben heel vaak dat we iets lezen. En dan lezen we bijvoorbeeld dit. En denken, oh, God is boos. Ja, toch. In het vuur van mijn hartstocht, zegt hij. Hij is woedend. Op een ander moment zegt hij, ik brul als een leeuw. Ja, hij staat niet een beetje woedend. Hij staat te brullen, dus er is een gigantische emotie in God. In het vuur van mijn hartstocht klaag ik Edom en al die andere volken aan. Hun hart was vol vreugde en hun ziel vol verachting toen ze mijn land in bezit namen. Het is wel een heel ander verhaal dan wat we in de Verenigde Naties brengen. En naar de wijde gronden buiten maakten. En daarom moet jij, Ezechiël, profiteren tot deze bergen van Israël. En dan ga ik even naar 10. Dit zegt God de Heer, ik spreek met hartstocht en woede. Jullie zijn vernederd door andere volken. En daarom zegt God de Heer, zweer ik dat de volken om je heen zelf vernederd zullen worden. Dus dit staat ze wel allemaal te wachten. Maar bergen van Israël, jullie bomen zullen weer uitlopen. Vrucht dragen voor mijn volk Israël. Want dat zal spoedig terugkeren. En na 2000 jaar is dat nu aan het gebeuren. Ik zal mij naar jullie toewenden en jullie zullen weer worden bewerkt en ingezaaid. Met wat? Ik zal veel mensen op je laten wonen. Wie? Heel het volk Israël. Staat hier. En de steden zullen weer worden bewoond. Wat wij dan settlements noemen, dat heet een negatieve klank. Dat zijn gewoon dorpen en steden. De puinhopen weer worden opgebouwd. Daar heb je weer een van die teksten over de puinhopen die opgebouwd zullen worden. Is gebeurd. Er zullen veel mensen en dieren op je wonen. Ze zullen talrijk en vruchtbaar zijn. En jullie zullen weer even dicht bevolkt zijn als in het verleden. Ik zal. En hij blijft het. Ik zal zorgen dat het jullie beter gaat dan vroeger. En jullie zullen beseffen dat ik de Heer ben. Er zullen weer mensen over je paden gaan. Er staat hier een dubbele punt in deze vertaling. Mijn volk Israël zal jullie weer in bezit nemen. Jullie worden vergoed hun eigendom. Hier weer, mijn volk Israël zal jullie weer in bezit nemen. Daar komt het woord settlement onder andere vandaan. Dat is exact wat het volk doet. En onthoud even, geloof de leugens niet. Het Joodse volk, toen ze hier kwamen, ten eerste heeft in alle eeuwen hebben hier Joodse groepen gewoond. Ondanks dat land verlaten was, zeg maar. Ook Arabische stammen hebben hier gewoond. Maar toen ze hier kwamen, toen hebben ze of ze hadden het land in bezit van de mensen die er al woonden, van de Joden. Of ze kochten land. Ze kochten het van de Arabieren. En wat deden die Arabieren? Die waren wel slim. Want het meest waardeloze stuk grond die ze hadden, die werden verkocht voor soms het 5 tot 10-voudig voor de prijs. Dat zijn diezelfde stukken land in Samaria, want zo heet het daar natuurlijk. Het heet niet het Westbank, maar het heet Samaria. Diezelfde stukken land waarvan ze nu zeggen, ze hebben het gestolen en ze moeten het teruggeven. En er is een tekst in Gods woord, bij Deuteronomium, waarin staat dat het volk zich beklaagt bij God en zegt, we moeten teruggeven wat we niet gestolen hebben.
eigen bezit is. Dus, mijn volk Israël zal jullie weer in bezit nemen en jullie worden vergoed hun eigendom en jullie zullen hen nooit meer van hun kinderen beroven. Zoveel kinderen van Gods volk zijn gestorven op de berg van Israël, vermoord. Onder andere ook door hunzelf. Ik ben net op het punt waar we de vorige keer zaten, dat was bij Hinnomdal. En dat is het dal, als je daar een keer gaat lopen, dan krijg je een stuk met heel mooi gras en bomen en zo. Daar stonden de altaren van de molen. En ook daar hebben de Israëlieten hebben daar hun kinderen levens gedaan. Dat gaat niet meer gebeuren. Nou, ik ga nu één tekst lezen. Ik ga niet zeggen waar het staat. Dat doe ik na afloop. Is het mogelijk dat er in de Bijbel een tekst staat die zo ongelooflijk heftig is en zo krachtig is, met zo'n power en met zo'n kracht en met zulke krachttermen die God gebruikt, die ik in de rest van de Bijbel nog niet tegen ben gekomen. Daar zegt God iets